Oké, het is zondagochtend 30 augustus. En het is 7:30 en ik sta in Orsin in de buurt van Clermont-Ferrand om de Puy de Dôme te gaan klimmen. En dat ligt daar. Daar ligt hij dan, de Puy de Dôme. Zoals gezegd, zondagochtend, heel vroeg, 7:30. En het is een graad of 6, 7, het is best koud. Maar de Puy de Dôme kun je dus alleen maar beklimmen op een zondag of een woensdagochtend. En dan moet je voor 9 uur alweer terug zijn. Want daarna gaat de tolweg open met de bussen.